natuurlijk af en toe ook wel heerlijk zijn. Dat benijd ik soms wel aan andere mensen. Dat die gewoon één ding doen en dan het volgende. Want dat, het is wel een beetje vermoeiend. Bij jou zit alles door elkaar eigenlijk. Alles zit door elkaar, ja. Ik denk dat ik steeds minder zelf zal spelen, vermoed ik. Dat ik wel blijf organiseren en blijf schrijven, hoop ik. Ja, dat denk ik, maar ik weet het niet zeker. Maar ik vermoed dat. En ik zou niet weten waarom ik daarmee zou stoppen met schrijven. En met spelen trouwens ook niet hoor, maar gewoon op een gegeven moment is het. Ik weet het niet. Ik denk dat op den duur dat ik dat minder. Ik zie mijzelf over 10 jaar niet nog weer wild op het podium staan. Hou je nog steeds van de gitaar? Ja. Ja. Heel erg.